Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING-sprinters. De, de top 5 in het beursspel, die doen het allemaal hartstikke goed. Van hun ton heeft Rens de Bruin, stond eerder ook al in de top 5 ook aan kop. Heeft hij al 195.000 euro weten te maken. Nou, de rest doet het natuurlijk ook fantastisch, hè. Maar Rens, ik weet nog, de vorige keer was hij bezig met natural gas en daar sprinters op. Ja, dat doet hij nog steeds. En afgelopen week heeft hij een beetje afstand weten te nemen van... Uh, de andere deelnemers, nou, dat is knap. Hij heeft twee keer goed gezeten met zijn uh, gastransacties. En bijna iedereen zit in die volatiele markt van gasprijzen. De Nasdaq is ook erg geliefd. Uh, wat ook wel aardig is, is er één iemand in die top vijf die we van naam al kennen. Jam123, want die heeft ooit gewonnen. Maar die doet juist alles op de DAX. Maar je ziet dus wel dat je dingen moet hebben die bewegen. Nou, daar een hefboom op. En dan kom je bovenaan. En ja, Rens had het de afgelopen week wel vaak bij het juiste end. Dus hij neemt afstand. Ja, hartstikke knap. Uh, nou, als je ook me wilt meespelen met het beursspel, dat kan. Het is gratis. Meld je even aan via rtlzbeursspel.nl.